Bert Roelofs, eigenaar van het omstreden dierenverhuurbedrijf Bert's Animal Verhuur in Appeltern, mag 5 jaar lang geen dieren houden. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag besloten. Doet hij dit wel, dan moet Roelofs 1,5 jaar de cel in. De rechtbank rekent Roelofs het grootschalige dierenleed dat hij veroorzaakt zwaar aan. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en moet hij de komende 5 jaar meewerken aan alle controles van de NVWA. Zijn 5 huisdieren mag hij wel houden. Een vrachtwagenchauffeur is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Ter hoogte van Andels kwam de chauffeur in de middenberm hard tegen de vangrail aan. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding. De chauffeur liep onbekend letsel op en is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De A15 werd tussen Elst en Andels bij de afrit afgesloten na het ongeluk. De rechterrijstrook was geruime tijd dicht. De rechtbank in Arnhem heeft een 29-jarige man uit Helmond vrijgesproken van verkrachting van een vrouw in Nijmegen. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is voor dwang. De twee hadden elkaar leren kennen via Snapchat en ontmoetten elkaar op 4 maart vorig jaar in een uitgaansgelegenheid in Nijmegen. Die nacht hadden ze seks in het huis van de vrouw. De man zegt dat dit vrijwillig en met wederzijdse instemming gebeurde. De vrouw vertelde de politie echter dat het met dwang was. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is voor dwang. De vrouw heeft tegenstrijdige verklaringen gegeven en er is onvoldoende ondersteunend bewijs voor haar verhaal. De renovatie en verduurzaming van cultureel centrum Mozaïek zal duurder uitvallen dan verwacht. Er zijn slechts 2 offertes ontvangen, beide aanzienlijk hoger dan begroot. Dit is te wijten aan de forse stijging van materiaal- en personeelskosten. Ondanks aanzienlijke bezuinigingen blijft er een tekort van 1 miljoen euro. Wethouder Twan van Bronckhorst is geschrokken van de hoge kosten. Hij zegt de raad te vragen om extra financiering.